Goedenavond, beste luisteraars. We zijn hier met de niet zo serieuze sprookjes live vanuit de Charlatan in Gent. En ik heb naast mij Christophe Stielet, die mee komt vertellen. Foute vriend, Christophe. Alles goed, Christophe? Ja, dank u, Geron. Hoe is het met u? Top. Ah, fantastisch. We hebben een opdracht gekregen van ons publiek. Namelijk de hofnaar die niet kon dansen. Dat wordt een mooi middeleeuws sprookje, denk ik. Ja. Echt in sprookjesvorm. Hier gaan we dan. Er was eens een hofnaar die niet kon dansen. Een heel bijzondere jongen eigenlijk. Nog een hele jonge jongen. Zijn naam was Bill. Bill, de hofnaar. En hij stond aan het hof van koning Archibald. Archibald, die een vredekoning was. Ongelooflijk vreed was. Niet goed voor zijn volk ook niet. Niet goed voor zijn koningin, niet goed voor zijn prinsesjes. En hij was al de 16e hofnaar. Hij wist dat als je als hofnaar niet deed wat de koning wilde, je ter plekke werd terechtgesteld. Voilà. En Archibald, de vredekoning, zei... Beste hofnaar, ik zou echt graag willen dat jij een instrument bespeelt die niemand anders kan bespelen. Iedereen speelt gitaar, iedereen speelt piano. Jij moet een ander instrument bespelen. En daarbij wil ik dat jij een dansje doet, en dit wel tegen morgen. En Bill... Na een ongelooflijke zware nacht van nadenken wist plots, ik heb het gevonden. En hij ging sanderdaags naar Archibald de Vredekoning met het nieuwe instrument, een didgeridoo. En dat klonk als volgt. Alleen dansen op was niet zo gemakkelijk. En de koning zei, Bill, ik wil dat je ook danst. En paniek sloeg toe. Bill wist op dit geluid... Dat was de verstopte didgeridoo. Ja. Hij had er twee bij. Kan ik onmogelijk dansen? En de koning zei, Bill, ik wil dat je danst. Je weet wat er gebeurt als je mijn wensen niet inwilligt. En terwijl hij dat zei, wees hij naar de vorige hofnar. En die zat daar, werd gevierendeeld met vier paarden. Die armen die snokten uit elkaar, die benen ook. En dit heeft totaal geen meerwaarde voor het verhaal. Buiten voor het feit dat Bill nu echt wel wist van, dat wil ik niet. En ik moet leren dansen op didgeridoo. En hij zei, koning, geef mij nog één dag en ik breng de knapste didgeridoo-dans dat jij ooit hebt gezien. Ja. En de koning zei, Archibald, ik vertrouw je. Maar één dag en niet langer. En die hele dag besteedde Bill aan workshops. Workshops volgen op dansen op didgeridoo. Maar die workshops haalden niks uit en hij wist, ik heb hulp nodig. Ik heb magische hulp nodig. En plots, poef, als uit het niets, verscheen daar... MacGyver, de Aboriginal. MacGyver. Ja, MacGyver stond daar plots met een boekje vol oplossingen. En hij zocht naar de oplossing voor... Blader. Dansen op didgeridoo. En hij zei, Bill, hier is de oplossing. Maar lees het zelf maar. Didgeridoo is een grondtoon. Didgeridoo is een trilling. En die trilling is ook de trilling van jouw hart. Is ook de trilling van jouw lichaam. Als je even snel kan trillen als de didgeridoo, dan wordt de koning zot. En Bill snapte het. Hij wist wat hij moest doen. De dag, nacht ging voorbij en 's morgens om 10 uur bij klokslag 10 uur, want dat was het altijd als het 10 uur was... moest Bill naar de koning komen en moest klaar zijn voor zijn dans. In die prachtige zaal, met Archibald op zijn troon. Een koningin die er absoluut niet gelukkig had zag. Daarnaast, allemaal lijfwachten, u weet wel, met harnas en alles erop en eraan. En daar stond hij, Bill, bevend en trillend van de schrik. Met twee didgeridoos. Eentje en... verstopt, die zo klinkt. En eentje gewoon die klinkt. En de didgeridoo begint te spelen.
Bill sluit zijn ogen en begint te trillen. Te trillen op de beweging van de didgeridoo. En door het getril dat hij had, trilde hij richting koning Archibald en zijn vrouw, de koningin. En hij ging op de schoot zitten van de koningin en hij begon te trillen en hij begon te trillen. Hij begon te trillen en de koningin begon te gillen en te gillen. En oh, de koningin gilde nog harder en harder. En de koning had de koningin nog nooit zo horen gillen. En de koningin zei, Bill, wat tril jij lekker. Bill, tril Bill. Tril Bill, kill Bill, tril Bill. Tril Bill. Bill was uitgetrild. De koningin was uitgegild. En de koning stond perplex. Nog nooit had hij iemand de koningin zo zien behagen. En omdat hij zo blij was, mocht de nar vanaf toen elke nacht de koningin gaan behagen in de slaapvertrekken van het kasteel. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ja. Dat als je niet kunt dansen, moet je vooral een vrouw zoeken waar je tegen kunt beginnen aanschuren. En als ze dat lekker vindt, vergeet die gewoon dat je eigenlijk niet kunt dansen. Het is een heel vreemde moraal in deze tijden van hashtag MeToo. Maar het is dan ook een middeleeuws sprookje. Slaap lekker.